Nou, wat ik goed vind, is dat je niet alleen maar stukken krijgt van het kabinet, maar dat je ook hoort hoe het in de praktijk is om patiënt te zijn. En we hadden het net al even over hoe je een medicijn vergoed krijgt in Nederland en hoe ingewikkeld dat is, terwijl dat zo hard nodig is. Mijn credo is altijd, beleid werkt niet. En dan onderstreep ik het woord, het werkwoord. En wat ik daarmee bedoel is niet dat alle beleid niet klopt, of dat veel beleid niet klopt, maar dat beleid pas zijn uiteindelijke vorm krijgt in de praktijk. En daar moet je dus feeling mee houden als beleidsmaker. En wij als ervaringsdeskundigen kunnen daar heel veel over vertellen. Ik denk dat je dat ook niet te geforceerd in een schema moet doen. Ik vind het heel belangrijk dat je in een samenwerking toegevoegde waarde hebt. En dat voel ik als taak voor mijzelf. Want als we willen zorgen dat de Kamerleden deze betrokkenheid hebben, dan zal ik er toch voor moeten zorgen dat ik ze ook toegevoegde waarde lever. Daar heb ik geen twijfel over. En dan hoop ik ook dat in de toekomst, hè, want we praten nu over een jaar, maar in de toekomst een soort van zelfsprekendheid wordt. Hè.